Een schilderij als theater. Dat is wat Oussama Diab met zijn werk wil zeggen. Zijn expositie, Hoop, zal officieel geopend worden door burgemeester Bruls. Oussama vluchtte 6 jaar geleden uit Syrië en laat nu voor het eerst zijn werk in Nijmegen zien. Ja, het is 6 jaar dat ik hier werkte, toen ik van deze oorlog in Syrië kwam. En dit is mijn resultaat over mijn achtergrond, met deze oorlogsachtergrond. And try to show this dream for me after to make this combination between my memory, how I left my memory in Syria, and here in Netherlands, how I keep dreaming always about those memories. Each painting has own theater, and even inside each theater there is story. Then I go during all this history for me to get this moment. Oussama komt uit Syrië, maar is eigenlijk Palestijns. Dat feit heeft hij samen met andere ervaringen uit zijn leven verwerkt in een schilderij. Palestinian people we use it for peace. It's dove for peace and hear the light. It's a kind of hope also. Try to mention this Malakan of just a human. But this human has this like he cannot do anything. He is just more like a watcher to see what around him. Behalve verhalen schildert Oussama ook veel gezichten, maar daarvan zijn bij de meeste de ogen gesloten. Ook dit heeft met emotie te maken. Yeah, most of my faces they keep closed their eyes, and then I give possibility they are inside the dream. But what kind of a dream this? Happy dream, sad dream? I give the answer for the people. But this is what I try always to work with my faces. I leave them just inside the dream. De tentoonstelling Hoop is te zien in Galerie Wintersoort op Wintersoort 26A. Zaterdag 2 oktober is de opening. Het werk van Oussama blijft tot en met 19 december hangen. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is de galerie open voor publiek.